spreek tegen jezelf zoals tegen iemand die je graag ziet. En dit is de uitspraak van de week. En ze komt van het sociale mediaproject Onbespreekbaar. Goedenavond, welkom in het Eenzame Hartenbureau. Deze week ben ik alleen. Ik ga het samen met jullie doen. In de loop van de uitzending zal je wel merken waarom. We gaan enkele heel gevoelige onderwerpen aanraken. De muziek, onlosmakelijk verbonden met het Eenzame Hartenbureau. We beginnen met die fantastische Cats, The Cats met Why. Terug welkom in het Eenzame Hartenbureau. En ik heb een stralende mooie jonge man naast mij zitten. Dag chef. Dankjewel, dankjewel. Top om zo'n complimenten te krijgen. Kijk, voilà, inderdaad. Ja. Want daar ben je ook mee bezig, hè? Vertel eens iets over jouzelf. Positioneer jezelf eens tegenover de kijker. En waar, ja, zeg maar. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Jeff Willem. Ik ben een DJ, een ondernemer, een eventorganisator. Maar sinds een halfjaartje organiseer ik eigenlijk geen feesten meer, maar een platform rond mentale gezondheid. En dat platform heet Onbespreekbaar. En met het platform proberen we eigenlijk mensen een hart onder de riem te steken. Proberen we mensen terug te motiveren om terug de roze kleur in het leven te zien. Omdat we toch wel merken dat er heel veel negatieve emoties spelen de laatste tijd. Dat is ook niet gemakkelijk, hè, chef. Nee. Elke uitzending begin ik er terug over, maar alleen, we moeten het ook durven herkennen en erkennen. Dat ja, alleen die lockdown, hoe voel jij dat persoonlijk aan, voordat we over Onbespreekbaar beginnen? Die was voor mij bijzonder lastig, omdat ik natuurlijk heel mijn inkomstenmodel zag verdwijnen. Je voelt je niet gesteund door de overheid, je voelt je niet gesteund door een bepaald aantal dingen en het is heel lastig om met die financiële stress om te gaan, maar ook uw ding niet te mogen doen, ook uw roeping niet te mogen doen, ook uw passie niet te mogen volgen als organisator, omdat events nu helemaal plat liggen. En dat is ondertussen sinds deze week een jaar of zo, ongeveer een jaar. Ja. En dat komt wel heel zwaar hard aan. En ik heb daar mentaal enorm in afgezien van zowel geen geld meer te kunnen verdienen, dat brengt stress, als mijn passie niet meer te mogen doen. En het is vanuit die optiek ook dat ik na een aantal maanden dacht van, weet je wat, dan ga ik een platform oprichten rond mentale gezondheid om mensen te steunen. Ik vind dat ongelooflijk. Alle mensen moeten eens gaan kijken naar Onbespreekbaar, zowel op Facebook als op Instagram. Als op YouTube. Als op YouTube, ja. Dus mensen die... Welk doel heeft het eigenlijk? Het eigenlijke doel van Onbespreekbaar is om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Dat is heel eenvoudig. Om ervoor te zorgen dat mensen de drempel verlaagd voelen om te spreken ook over mentale gezondheid. Om te kunnen zeggen, om elkaar in de ogen te kijken, zoals wij hier vandaag doen, Edwin, en te zeggen van, het gaat niet goed met mij. Ik voel mij slecht in mijn vel. Ik zit met donkere gedachten. En wij willen eigenlijk het platform... Donkere gedachten bedoel je aan zelfmoordgedachten, hè? Bijvoorbeeld. Donkere gedachten, dat kan van alles zijn. Dat kan een gedachte zijn rond... Ja, ik ben eenzaam ook. Ik heb liefdesverdriet. Ik heb veel stress. Ik heb van alles. En daar moeten we kunnen over spreken. En dat willen wij zeggen. Het is oké om daarover te spreken. Het is niet omdat je mentaal is wat minder voelt dat je daarom zwak bent. Het is oké om eens te proberen te spreken met een ouder, met een vriend, met een collega, met een dochter, met een psycholoog. Mij enorm opvalt is dat jongerenzenders als Studio Brussel, vooral dan, hè, en M&M een beetje, dat het daar wel aan bod komt. Ja. Dat er ook, maar bijvoorbeeld één of VTM, het is nog altijd halala en de wereld is mooi en de wereld is leuk. Maar voor de meeste mensen was dat het afgelopen jaar een drama. Allee, excuseert u mij. En hoe zou dat toch komen dat die grote mainstream zenders daar niet op intappen? Op die mentale gezondheid dan, hè? Ik denk dat... Ik weet natuurlijk niet zeker of dat wel zo is. Ik denk dat één wel een paar scherpe programma's heeft die dat toch aankaart. Maar ik begrijp... De welke?
De zevende dag. Ah, ja, maar ja, dat is ook... Ja, oké, okay, ja. Ça va. Maar ik denk wel persoonlijk dat we vooral in een leukigheidscultuur leven, waar alles vooral heel leuk moet zijn en daar is ook geen plaats voor negatieve emoties. En ik denk, slechts als we in onszelf accepteren en ons verliefd, ons verdriet even hard accepteren als onze blijheid, dan is er pas... Ja, dat moet ook. Hè. Dat is de bedoeling ook van dit programma. Ja. Ik wil geen tristesse-programma zijn, maar het Eenzame Hartenbureau mag geen tristesse-programma zijn. Maar we moeten aanvaarden dat we dit op dit moment in een soort oorlogssituatie zitten, waar mensen toch wel echt wel letterlijk figuurlijk gevangen zitten. Denk maar eens aan al die oudere mensen ook, vooral in die eerste lockdown, die niemand mocht te zien. Mensen die alleen gestorven zijn. Wat voor een impact dat niet heeft. Het is grappig dat je dat zegt, Edwin. Want ik heb gisteren nog een bericht gekregen via die pagina. Dat er mensen zijn in bepaalde rusthuizen die onze podcast hebben ontdekt. Omdat wij ook een aflevering hebben gemaakt rond eenzaamheid. Ja. En dat ook oudere mensen tegenwoordig luisteren naar onze podcast. En dat doet mij heel veel plezier. Want we zitten niet in een situatie dat alleen de jongeren het lastig hebben. Of alleen de ouderen. Of iedereen heeft het lastig. En Ja. Toegeven, jong, oud, iedereen heeft het lastig. Hè? Toegeven dat ook iedereen het lastig heeft, creëert ook meer ruimte voor iedereen om zich veiliger te voelen om daarover te spreken. Ja. Je kunt een ander zijn verdriet niet ontkennen als je wilt dat je eigen verdriet erkend wordt. Dus op die manier omgaan met mentale gezondheid is heel belangrijk en cruciaal. Dus het doet mij ook heel veel plezier dat we daar kunnen over spreken in dit programma en elders. Ik wou nog even een opmerking maken over onder andere zelfmoord. Het parket van Brussel, die al die gegevens verzamelt, zegt nu dat het aantal zelfdodingen plus 20% is op dit moment. Hè. En Vlaanderen ligt al zo hoog. Ja, we zitten eigenlijk dus, vooraan in de klas bij Vlaanderen. Ja, in het Europa der regio's staan we op nummer 1 of nummer 2. Naast Denemarken. Enfin, dat weet ik niet. Ja, dat is ook zo, dat weet ik wel. Hmm. Nu, het is en dat niet besproken wordt eigenlijk. Hè. Ja, ik denk soms na ook als ik aan het praten ben natuurlijk. Well, ik denk... Ik heb nooit geïnterviewd, chef. Ik heb altijd gesproken. Yeah. Ja, vandaar dat ik soms nadenk. Dat is grappig. Ik denk dat we gewoon vooral in een cultuur liggen waar alles heel leuk moet zijn. En ik begrijp het ook ergens wel als mensen televisie consumeren na een zware werkdag of wat dan ook, dat mensen willen ontspannen. Maar ik denk door continu die positieve gevoelens na te streven, onderdrukken we ook die negatieve. En dat is zoals de wonde. Dat is, je hebt de wonde op je arm en als je die niet verzorgt wordt, die ettert en die wordt groter en die wordt groter. Terwijl dat als we net elkaar in de ogen kunnen kijken, ik mag nu niet aan je schouder komen, Edwin, want anders zou zeggen van Edwin, ik ben er voor u. Laten we luisteren en leren van elkaar. Dan kunnen we die initiële donkere gedachten niet groter laten worden. En dat is heel veel. Maar ik denk dat heel veel mensen ook wel troost vinden in het feit dat dit hier nu besproken wordt in het Eenzame Hartenbureau. Mensen die zich eenzaam voelen door de lockdown. Mensen die hun sociale contacten allemaal verloren zijn en die daaronder lijden en die daar niet over spreken. En nu horen ze Jeff van... Ja, het is wel een probleem. Hè? Ja. Het is normaal wat je voelt. Dat denk ik ook, 100%. Ja, ja. Dat is. Wat zijn zo je post-slagzinnen op onbespreekbaar? Hè? Zinnen om mensen moed te geven. Wat zijn jouw beste? Je wist dat ik het ging vragen. Ja, ik wist dat ik ging vragen. Ik vind een heel toffe de uitspraak is: ik zie u graag, uzelf graag zien. Belangrijk, ja. Ik denk dat er heel veel ruimte moet overschieten om onszelf ook graag te zien. Of bijvoorbeeld nog iemand van... praat tegen jezelf zoals tegen iemand die je graag ziet. Want dat doen we eigenlijk heel vaak heel weinig. We zijn zeker heel lieve, empathische en warme mensen hebben altijd heel veel ruimte over om andere mensen graag te zien. En ik zie je graag en je bent fantastisch. En je ziet er goed uit vandaag. En je bent zo lief en je kunt zo goed schrijven en je kunt zo goed koken. Maar dan als ze complimenten moeten geven voor zichzelf, voelt een beetje raar. En we moeten dat terug leren. Leren onszelf ook graag zien. Jeff, ik heb nog twee vragen voor jou. Zeker. Van waar komt dat, van welke
diepe grotten komt dat, dit initiatief nu? Waarom heb je dit uiteindelijk gedaan? Ik heb zelf al een reeks woelige watertjes doorzwommen. Okay. Ik heb zelf al veel mentaal leed ondervonden en gezien. En ik heb het ook in mijn nabijheid gezien. En ik heb het gevoel dat ik heel hard heb moeten knokken om hier door te geraken. Ik heb ook zelf heel dicht bij zelfmoord gestaan. Okay. En het was voor mij helemaal niet evident om uit die tunnelvisie te geraken. En dat is mij wel gelukt. Nu leef ik graag, ik ben hier graag. Ik heb zelf schrik van de dood gekregen, stel u dat voor. En het is net heel die drive die ik wil proberen verpakken en probeer te vast te pakken met twee handen en te denken van, wat heb ik geleerd en wat kan ik met die dingen doen om andere mensen een hart onder de riem te steken, om andere mensen te inspireren, om andere mensen te helpen, zodat zij misschien niet zo lang of niet zo hard moeten afzien of knokken om daardoor te geraken. En dat is eigenlijk de motivatie erachter. Dat is prachtig, hè? Dan mijn laatste vraag. Je pakt heel wat op je schouders. Hè? Je zit hier nu ook op televisie, je praat daarover. Door wie word jij nu geholpen als het nodig is? Door mijn moeder. Die staat ook daar. Ach, dat is jouw moeder. En ik heb die uit de studio geweerd. Dus. Wat erg. Ik heb schuldgevoelens nu. Nee, geen... Je bent een hele lieve man. Je bent een hele aardige man. Je bent een heel intelligente man. Dat weet ik. En ik ben... Ik weet het wel. Je moet complimenten kunnen afhalen. Ja. Hey. Ja. En ik ben vereerd dat ik jou heb mogen ontmoeten. Ik ben ook zeer blij om hier te zijn. Dank je. En het spijt me dat ik jouw lieve moeder uit de studio heb geweerd. Mag nog altijd binnenkomen. Dag chef. Dag. Dank je wel, Edwin. Dank je wel. Fantastisch. Ja. Opnieuw welkom in het Eenzame Hartenbureau. Kathleen, welkom. Goedenavond. Ik wou jou vragen, en je was daartegen in ons voorgesprek, wat hebben we tot nu toe geleerd? Nu, ik heb al iets van jou geleerd. Ik heb goed naar jou geluisterd de afgelopen weken. En ik heb een eerste date gehad met een man van mijn leeftijd, wat ik nog nooit gedaan heb. Het is echt dankzij jou, Kathleen. Ja. Soms willen mensen altijd een jongere man of vrouw. Ja. Maar weet dat je nooit op hetzelfde level zal zitten als er zo'n groot leeftijdsverschil is. Je hebt nu zelf ervaren... Voor het eerst, inderdaad. Ja, ja, wat moois dat die man te bieden had naar jou toe. Absoluut. Dus die wijsheid, die rijpheid is er aanwezig. Terwijl iemand die zoveel jonger is, kan nooit die warmte, die genegenheid geven zoals je ze nu ervaren hebt. Ja. Ja. Op welke punten moeten mensen nog aandacht besteden die in een relatie willen stappen? Kan je dat nog eens... Eerst en vooral jouzelf graag zien. Daar begint het mee. Ja, zelfonderzoek, zoals je altijd zegt. Ja, altijd zelfreflectie gaan doen. Wie ben ik? Wat verwacht ik van het leven? Wat zijn mijn pijnpunten? Dat is een moeilijke, hè? Ja, maar dat is het enige om eigenlijk in een goede relatie te kunnen stappen. Want dan ga je ook de juiste persoon aantrekken. Als je negatief ingesteld bent, automatisch ga je ook iemand aantrekken met problemen. Dat kan toch de bedoeling niet zijn. Ja, dat is een dus mooie. Hoe meer dat je aan jezelf werkt, hoe een mooie relatie zal hebben en de juiste persoon aantrekken. Ik denk toch, Kathleen, hetgeen wat jij voorstelt, dat je dat moeilijk alleen kunt doen. Hè? Je moet dat... Ja, maar je kunt je laten begeleiden daarvoor natuurlijk. Je kan ook zelfonderzoek doen. Je kan ook boeken lezen. Je kan, ja, nu is dat iets moeilijker, bijvoorbeeld bepaalde lezingen gaan volgen. Zelfontwikkeling. Er is zoveel te vinden daaromtrent. En ik denk dat dat het belangrijkste is om een goede relatie te hebben. Laatste vraagje voor we... We hebben trouwens een gast in de studio. Ja. En nu lacht ze plotseling. Dag Sandra. Hallo. Goedemiddag. Ik vraag altijd aan de mensen... Sorry, ik kom direct bij jou terug. Hoe gaat het met jou? Goed, dank u. Dat is een kort antwoord. Hè? Geef eens wat meer uitleg. Hoe is het? Ja. Hoe heb jij de coronatijd overleefd?
Ja. Ja, heel speciale periode natuurlijk. Hè. Het is even aanpassen. Ondertussen zitten we nu al een jaar met die corona. En ja, het doet toch wel iets mee sociale contacten en dergelijke. Ja. Dat is allemaal heel anders dan in normale omstandigheden, zeg maar. In de vorige uitzending hebben we... In de vorige uitzending hebben we DJ Jeff gehad. Die sprak over mentale begeleiding. Omdat de mensen echt wel diep zitten. Zijn er in de coronaperiode ooit momenten geweest dat je dacht van, nu moet ik toch echt wel mijn moed samenrapen, en hoe heb je dat gedaan? Ik kan niet zeggen dat ik echt zo heel lage of diepe momenten heb meegemaakt, maar in die zin natuurlijk, ik ben steeds werkzaam, dus, en ik heb heel veel contacten met klanten en leveranciers, dus dat maakt ook natuurlijk dat het op een andere basis gebeurt, meestal online, maar je hebt nog wel contacten. Als ik dan bij sommige vriendinnen van mij zie en vrienden, dat die ofwel technisch werkloos worden en dan echt als alleenstaande dikwijls alleen thuis zitten, ja, dat is toch een heel andere insteek als dat je nog werkzaam bent, sowieso. Ik snap wel dat, en dat zeg ik tegen jullie beiden, de virologen hebben allemaal hun vast inkomen, hè, en die beslissen dan maar, en ik probeer dat niet in twijfel te trekken, maar mensen die zelfstandig zijn, dat moet toch verschrikkelijk geweest zijn. Ja, ik denk dat voor Sandra ook een hele ommezwaai was in het corona gebeuren op professioneel vlak. Sandra, vertel maar hoor. Vertel maar, Sandra. Ja, eigenlijk ben ik werkzaam voor Card Advance. Dus dat zijn microkredieten specifiek gericht naar de horeca en de retailsector toe. Ach, dus dat wil natuurlijk ook zeggen dat een doelgroep is die toch wel zwaar getroffen is. Tijdens de eerste lockdown. Absoluut. Dus tijdens de eerste lockdown was er eerder een ommekeer en dat mensen eigenlijk in paniek begonnen te bellen en informatie op te vragen en ook kredieten begonnen aan te vragen. Zelfs al hadden ze nog niet nodig, maar hadden ze zoiets van, ik weet niet wat er boven mijn hoofd hangt en ja, hoe gaat het hier verder? En dat je dus in de tweede lockdown een verschil zag, dat de klanten eerder terughoudender waren, specifiek de horecaklanten, de retailsector, dat viel nog mee. Maar de horecaklanten natuurlijk, die hebben zoiets van, wanneer mag ik open gaan? Kan ik eigenlijk nog wel open gaan? Kan ik dit overleven? Want ze hebben uiteindelijk geen perspectief. Maar dat ook maakte uiteindelijk dat de aanvragen minder waren. Er was wel info dat ze opvroegen, maar geen effectieve kredietdossiers die werden geopend. Dus in die zin heb ik mezelf dan ook ergens in december, januari heruitgevonden, zeg maar. En ben ik dus eigenlijk als zelfstandige aan de slag, ook in een showroom van interieur, tuinmobilair en tafeldecoratie. Kijk eens aan, totaal iets anders, ja. Ja, totaal iets anders, maar wel eigenlijk heel leuk. Nu, ik moet wel zeggen, ik was ervoor al heel hard geïnteresseerd in binnenhuisinrichting. Maar ja, dat is even een ommedraai geweest. En eigenlijk ben ik er ook wel heel blij mee, want ik zit dus eigenlijk dagelijks in die showroom, waar ik ook altijd mensen mag ontvangen met een speciale VIP-kaart, want ze werken nu enkel nog op afspraak. Nou ja. En dat maakt dus dat je heel mooi kan vullen en ja, dat je uiteindelijk die mensen ook nog meubilair kan aanbieden met die VIP-kaart tegen fabrieksprijzen. Dus maar ik wil je daarvoor feliciteren, want je moet toch ook de moed hebben om dat te doen. Hè? Absoluut. Je mag de moed niet laten zakken. Nu, dat is weer in de volgende. Ja, dat is toch juist. Hè? We hebben gesproken ook over zelfvertrouwen. Ja. Sandra is ook een sterke persoonlijkheid. Is iemand die niet bij de pakken bleef zitten. En in het leven heb je altijd twee keuzes. Ofwel gaan we de negatieve toer op, ofwel zeggen van kijk, we kunnen er niets aan veranderen, we doen er iets aan en we kijken wat dan de mogelijkheden zijn. En Sandra heeft die keuze gemaakt en ik denk dat ze daar heel gelukkig mee is. Sandra? Ja. Goed. Sandra, het is Edwin. Ik heb iets vernomen van jou. Sandra is een zakenvrouw, dat wist wel. Zij gaat door het werkend leven play hard, get hard. Of omgekeerd. Toch ze mist liefde. Nu heb ik een intake gekregen van onze gemeenschappelijke vriendin Kathleen. Dan heb ik toch de bedenking gemaakt, hierop geschreven, Sandra zoekt waarschijnlijk haar evenbeeld.
Dat bedoel ik mee. Zou het niet goed zijn mocht ze zich minder fixeren op een mannelijk duplicaat van haar persoonlijkheid en levenswijze? Want jij zoekt eigenlijk ook een man die een ondernemer is, die er ook goed uitziet, die intelligent is. Maar ja, dan zie ik wel Sandra. Ik bedoel, begrijp je mij wat ik bedoel? Komt dit over? Mm-hmm. Ja. Ja. Begrijp jij wat ik bedoel? Ja, tuurlijk, ja? Absoluut. Oké, okay, goed, ja. Gaan de kijkers mij ook begrijpen? Ja. Heb ik gelijk of ongelijk? Je kan mij wegblazen, hoor. Dat, heb ik gelijk of ongelijk? Nee, dat klopt. Dat klopt ook wel, ja. Ik denk dat Sandra vooral iemand gelijkwaardig wil in een relatie. Het is eigenlijk iemand die inderdaad ondernemend is, waar dat ze een goed gesprek kan mee voeren, dat ze op eenzelfde lijn zitten. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor haar. En ja, is ook niet de vraag is, bij mij dan, Sandra, is het dan niet zo... dat je, als je jouw gelijke zoekt, bij wijze van spreken, op sociaal vlak en qua levensinsteek, hè, dat je dan toch je mogelijkheden enorm beperkt in het zoeken van iemand. Maar ik denk dat Sandra... Dat is eigenlijk wel. Ja. Misschien is een man die ganse dagen wil thuis zijn en een boek schrijven en in zijn joggingpak zit... Maar die kan jou ook enorm misschien veel liefde geven. Allee, dat is zo'n vraag die bij mij opkomt. Snap je mij? Mm-hmm. Wat zeg jij daarop, Sandra? Want het moet van jou komen, hè? Ja, inderdaad, het moet van mij komen. Ik ga eerlijk zeggen, dat is niet echt wat ik wil. Een man die thuis zit in een joggingpak, die zijn boek schrijft. Ik heb het meer over het ambitieuze type. Dat ook wel ervoor wil gaan, zowel zakelijk als privé. Ik kom eigenlijk uit een relatie waar dat de man in kwestie eigenlijk meer het beeld had van ik ben inderdaad ook ondernemer, maar ik stop om 12 uur met werken, klaar of niet klaar. Het is genoeg geweest voor vandaag, maar die verwachten dat van mij ook. En dat is iets dat niet in mij zit. En ik zie dat ook niet gebeuren, dat gaat komen, zoiets. Er moet inderdaad een evenwicht zijn tussen werk en privé, absoluut. Maar ja, er moet wel wat pit in zitten, zeg maar. Ja, dat is duidelijk, hè? Ja. Dus... Er moet niet veel... Ja. Dus ik vind dat ze weet wat ze wil, dat vind ik goed. Ja. Je weet wat je wil. Je weet wat je wilt en wat je niet wilt. Ja. Dat heeft geen zin om met iemand in zee te gaan. Een heel rustig type die niet wil buitenkomen. Dat zou niets voor Sandra zijn. Dus we moeten ook een keuze maken. Okay, weten, wat wil ik uiteindelijk? Ja. 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 Ik kan een hele stoute vraag stellen om te beëindigen. Wat verkies je, Sandra? Ja. Blankenberg of Knokke? Ja, klopt. Uiteraard, ja. Hoe kon ik het weten? Ja, Davy Hillis, ik vind het een fantastisch nummer. Door al mijn tranen heen. Het verdriet erkennen en de hoop zien. De hoop voor de toekomst. Misschien wil jij ook wel je verhaal delen met mij. En daarvoor ga je naar de website Het Eenzame Hartenbureau. Dat vind je gewoon op internet. En je kan me ook persoonlijk schrijven, edwin@eenzamehartiebureau.be. En ik hoop jouw verhalen binnen te krijgen en misschien praat ik wel met jou in een van de komende uitzendingen. Wat gaan we draaien? Let eens kijken. Elvis Costello met Good Year for the Roses, ook een van die mooie nummers, die grote klassiekers. Welkom terug in het Eenzame Hartenbureau. Dag Yves, welkom. Dag Edwin. En ik ga eventjes naar mijn blad kijken. Yves Reenaert, je bent ook zanger, hè? Ja, klopt. Zanger, cafébaas, horeca-uitbater. Een beetje alles wat, zo wat met entertainment en vrije tijd en plezier te maken heeft. Nu, het afgelopen jaar was alles behalve plezier. Daarom zit je hier ook. Je bent eigenaar van het Schlagercafé De Kroon in Poederlee. Poederlee bij All Places, waar ligt dat? Ik zeg altijd, om het makkelijk te maken, Poederlee ligt tussen Herentals en Turnhout. En op een boogscheut van Bobby Aland vandaan. Ach, dus, kijk. Ja. Goed, je zaak is nu al een jaar dicht. Ja, we zijn...
Ja, het is nu een jaar geleden dat de eerste lockdown begonnen is. En we hebben op dat jaar, ja, hebben denk ik een goede 4 maanden kunnen draaien. Dat is, dat zijn harde noten om te kraken. Ik heb jou gevraagd om te spreken in naam van alle horeca mensen in Vlaanderen. Hoe is het afgelopen jaar geweest? En laten we eerst eens over het mentale spreken. Over het mentale, ik durf gerust zeggen voor mezelf is dat heel moeilijk geweest. Omdat, ja, zoals ik al zei, cafébaas, zanger, dat is langs twee kanten. Dat je dus eigenlijk je werk verliest. Maar vooral het horeca gebeuren, dat is eigenlijk een van mijn hoofdactiviteiten. En plots moet je deur dicht, er komen geen mensen meer binnen. En je wordt verplicht op een leeftijd voor mij van begin de 40 om in je zetel te gaan zitten. Je zit daar elke dag, je hebt elk programma op tv gezien, je hebt de muren opgelopen. Ik durf ook rustig zeggen, in de relatie, we hebben elkaar beter leren kennen, want we zijn al 4 maanden dag in dag uit aan het samenleven in onze living, wat we eigenlijk in 20 jaar nooit zijn gewoon geweest. We hebben 20 jaar altijd als zelfstandigen samen de zaak gerund. Ik in de keuken, mijn partner achter de bar, tussen de mensen, samen tussen de mensen. En plots moet je met twee... Heeft dat spanningen opgeleverd? Dat heeft toch spanningen opgeleverd. En ik durf ook wel zeggen, mijn echtgenoot is daar, die kan alles een beetje gemakkelijker loslaten. Maar ik ben een denker en ik ben iemand die zich nogal heel snel dan durft opwinden. En ik durf toch wel eerlijk toegeven dat niet elke dag even gemakkelijk is gegaan. Ik durf ook heel eerlijk zeggen, en ik heb dat ook nog nooit tegen iemand gezegd, mijn partner wel, maar voor de rest heb ik dat nog nooit tegen iemand gezegd. Ik heb in die periode, vooral in de laatste periode van de lockdown, ben ik toch wel enkele keren tot bij mijn huisarts geweest. Omdat ik ga niet zeggen dat ik het niet meer zag zitten, dat absoluut niet, maar omdat ik mij niet meer goed in mijn vel voelde. Ik had 's morgens. Had je angsten of zo? Angsten niet echt, maar ik had, als ik 's morgens, ik was altijd blij dat ik kon gaan slapen, omdat de nacht vooruit ging. En als ik 's morgens wakker werd, dan dacht ik, ja, waarom moet ik nu uit mijn bed? Wat moet ik nu gaan doen? Allee, hoe moet ik nu vandaag ook weer mijn dag gaan vullen? En ja, één dag duurde precies 3 dagen. Dus, moeilijk. Ik kan me dat voorstellen, ja. Ja, en vooral ook het feit dat je... En dan spreek ik ook inderdaad voor alle horecamensen. Wij zijn niet gewoon van een 9-to-5 job te doen. Wij zijn gewoon om op een dag 12, 13 uur mee te draaien. Wij zijn gewoon bij ons, wij doen om 9 uur 's morgens open. En wij weten, om 9:10 komt setje binnen. Om 9:15 komen de jagers binnen. Om 10:00 komt die vetje binnen. En dat is zo hetgene wat je plots allemaal kwijt bent. Dat is zo... Ja, en de eerste weken gaat dat goed, maar na die weken dan begint u ook gaan af te vragen, hoe zou het nu met hier zijn, hoe zou het nu met daar zijn? Ja, dat zijn ook jouw klanten, zijn ook deels jouw sociale contacten natuurlijk. Dat is zo, en ik, ja, mijn dagelijkse klanten zie ik meer dan mijn familie, of zie ik meer dan dat is, mijn ja, echte dat is vrienden. Normaal, dus je zie je bijna alle dagen eigenlijk. Je hebt daar soms, een hele nauwe band mee. En ja, dat zijn toch de mensen die je ook heel graag ziet. En die je altijd... Heb je ooit het gevoel gehad van... dit komt nooit meer goed? Want ja, de berichten waren wel heel lastig. Vanuit de media, vanuit de virologische wereld. Van... Ik heb... Ik weet er nog iets aan toevoegen. Men zegt nu, ja, in mei kan het allemaal weer open. Maar dan zijn het toch wel virologen. Ja, misschien. En dit en dat. Ja, denk je van... we zitten nu al... Hoeveel maanden zijn we nu al in lockdown? We zijn nu in lockdown van 19 oktober. En ja, we hebben dan vorig jaar van 13 maart tot 8 juni. Ja. En Ik moet eerlijk toegeven, toen ik vrijdag het nieuws hoorde, we gaan 1 mei open,
Dat veranderde mijn gemoed. En ik was op slag. Op 2 minuten tijd was ik heel gelukkig. En kon ik zingen en dansen. En kon ik heel de wereld terug aan. Maar dan ben ik terug gaan kijken naar die persconferentie. En dan begin ik aan te luisteren tussen de regels door. Dat er wordt gezegd, als de cijfers niet... we kunnen het niet verzekeren dat het 1 mei open gaat. En plots worden dan terug met de neus op de feiten gedrukt. En ik durf eerlijk toegeven dat ik niet zeker ben dat we 1 mei gaan open. Ik ben daar ook niet zeker van. En we moeten... Wat ik vooral mis in die coronacrisis is eenduidige informatie. Ja. Die virologen willen allemaal op televisie komen, allemaal in de krant staan. De ene overroept de andere. Ja. Ik bedoel, dat is toch... Ja. En je kunt het niet meer volgen. Ik kan het niet meer volgen eigenlijk. Je krijgt... Ik als gewone burger kan het ook niet meer volgen. Nee, en... Yves, we hebben nog 2 minuten. Mijn excuses daarvoor. Financieel, hoe zit dat dan? Financieel is dat een slag voor... En ik ben daar zeker van, voor iedereen in de horeca. Maar je krijgt toch steun van de overheid? We krijgen steun van de overheid. Al moet ik ook wel zeggen dat ook allemaal heel traag is verlopen. Dus we kregen die bewuste vrijdag, kregen we de persconferentie waarin dat de politiekers zeggen van, en we laten niemand los en we spelen in 1 team met 11 miljoen mensen en si en la. En 19 oktober gaan we dicht. We vullen onze aanvragen binnen voor de premies en et cetera. En ik kan u zeggen, ik heb over 3 weken mijn eerste premies ontvangen. Dus ik heb bijna 4 maanden... Ik heb tot ik het eigenlijk, durf ik ook eerlijk zeggen, beu was, dat ik het kabinet van de eerste minister heb gebeld. Ik heb het kabinet van meneer Van den Broeke gebeld. Tot ik op het kabinet was van mevrouw Krevits. En daar hebben ze mij toen effectief echt verder geholpen. En zijn ze beginnen gaan mailen en gaan sturen. En toen dacht ik van, dit is niet correct. Wij zijn 20 jaar zelfstandig. Wij hebben 20 jaar... Laatste vraag, ja? We gaan die kort beantwoorden. Waar haal jij de moed vandaan om toch door te gaan als cafébaas? Mijn klanten en mijn vrienden. Oké, goed. We gaan een nummer draaien van Willy Sommers, Als een leeuw in een kooi. Bedankt, Yves. Dank u wel. Welkom terug in het Eenzame Hartenbureau. En als we in de miserie zitten als volk, dan gaan we altijd een raden bij de wetenschap. Welkom, professor Van Hoof, Elke Van Hoof. Ja, u bent psycholoog. Hallo. Hallo, hey. U bent psycholoog? Ik ben inderdaad klinisch psycholoog en traumatherapeut. Wat betekent dat? Traumatherapeut wil eigenlijk zeggen dat... Ja, goede vraag. Dat betekent dat ik expertise heb, dat ik heel veel ervaring heb in het opvangen van mensen die met breuklijnen, zo'n dramatisch ding zoals de pandemie, die daar het moeilijk mee hebben om die echt bij te staan. Wat voor een soort patiënten? Doet u personal counseling? Doet u persoonlijke therapieën? Ja, wij doen consultaties. Ik ben eerste lijns psycholoog. Dat wil zeggen dat mensen ofwel zelf naar mij kunnen komen, ofwel doorverwezen via de huisarts of de externe preventiedienst, vanuit de werkgever met andere woorden. En met hun probleem, en dat we dan samen gaan zoeken van hoe pakken we dit het beste aan, en al dan niet psychologische begeleiding geven, therapie met andere woorden. Professor, het woord is al gevallen, de pandemie, daar moeten we het natuurlijk over hebben. Wat voor een soort, zonder uiteraard namen te noemen, dat weet ik ook wel, maar wat voor een soort patiënten met welk soort klachten komen zij af bij u? Mentale klachten dan? Ja, vandaag is dat eigenlijk heel veel volk, gewoon volk, zoals u en ik. We zitten een jaar in de pandemie en dat maakt dat iedereen op zijn tandvlees zit. En het is niet meer een specifieke groep. Daarvoor was het, in 2020, was het vooral mensen die alleenstaande waren, mensen uit de zorg, omdat die specifieke situaties hadden. En mensen die iemand verloren hadden onder toch moeilijke omstandigheden. Gezien de maatregelen loopt dat allemaal niet zo vlot, afscheid nemen. Terwijl nu zien we dat eigenlijk Jan, Piet en Paul, iedereen die tegen iets aanloopt, wel even een gesprek vraagt. Eigenlijk
komt dat ook, die stijging. We hadden dat verwacht. En dat komt ook omdat wij zelf geen oplossingen meer kunnen vinden om toch plezier te beleven aan ons dagelijks leven met al die restricties, hè, al die beperkingen, die vrijheidsberoving, die begint heel erg zwaar te wegen. En bovendien, de tweede reden waarom er zoveel meer mensen zich aanmelden, is het langdurige gebrek aan sociaal contact. Want je moet weten, wij floreren, wij bloeien open in sociaal contact, dankzij sociaal contact, dankzij andere mensen. Als wij worden verwijderd uit de kudde, dan komt dat echt onder druk te staan, is dat problematisch. En dat is niet alleen voor de alleenstaande, zoals het in het begin was, maar dat is nu voor iedereen. Hè. Contact met onze families, maar evenzeer heel belangrijk toevallige ontmoetingen, die zorgen ervoor dat wij ons deel voelen van de groep, de mens, hè, de Belgen. Dat wij ons thuis voelen, dat wij ons veilig voelen en dat wij ons dus ook kunnen opladen om nog maar eens de billen samen te knijpen om de maatregelen te volgen. En zonder die vorm van sociale contacten hebben wij niet meer het gevoel dat we bij de groep horen en wordt de afstand steeds groter. En hebben we het steeds moeilijker om ons goed in ons vel te voelen, maar hebben we het ook steeds moeilijker met maatregelen te gaan volgen die van bovenaf komen. Nu, professor, professor, u zegt van we voelen ons niet goed in ons vel. Kunt u dat als psychologe in een, laat mij zeggen, dagelijkse taal is uitleggen wat dat nu concreet betekent voor jou, voor mij dan en voor de mensen. We voelen ons met, want daar wordt nogal mee gegooid, maar kan je dat specifiek invullen als wetenschapper? Ja. Heel concreet betekent dat dat het moeilijker is om positieve emoties te ervaren, dat het moeilijk is om optimistisch te kijken naar de toekomst, en dat we heel wat klachten hebben. De helft van de bevolking ervaart slaapproblemen. Dat, ofwel kunnen we moeilijk inslapen, ofwel worden we zo met z'n allen wakker rond 4:30 s'morgens. En dan denken we van, ja, hoe moet dit nu? Heel veel onder ons hebben een gevoel van zinloosheid. Waarom doe ik dit nu nog? Heel veel mensen hebben last van angst. Angst vanuit onzekerheid, van gaat dit nog overgaan en kom ik nog terug in een situatie zoals ik die eigenlijk nodig heb om mij goed te voelen. Dus heel veel klachten en van daaruit die zinloosheid ook gevoelens van depressie, van ja, futloos, uzelf niet kunnen opladen. Eigenlijk niet meer kunnen weten waarom sta ik op vandaag. En zo zijn er heel veel mensen die dat in meer of mindere mate hebben. Ongeveer 1 op 2. Hè? Dus wij zijn hier met 2 in dit gesprek. Dat wil zeggen ofwel jij ofwel ik. Dat is veel volk, hè, als je dat op Belgisch niveau zet. Gelukkig is het niet allemaal dramatisch. Hè? Want het is niet allemaal dramatisch, want eigenlijk is dat ook een teken dat wij proberen om te gaan met de situatie. Dus als we in een nieuwe situatie komen, die we nog niet kennen, waar we nog geen oplossingen voor hebben, ja, dan proberen we manieren te zoeken om daar beter mee om te gaan. En dat gaat altijd gepaard met vervelende, met negatieve emoties, met onzekerheid en onrust. Hè. Dus het merendeel van die negatieve emoties zoals we die nu ervaren en van die fysieke klachten zoals we die nu ervaren, is een positief gegeven, een teken van aanpassing. Hè, ongeveer 10%, dat weten we uit de wetenschap, ongeveer 10% van al die mensen die nu klachten hebben, dat is echt nood om naar een professional te gaan. Die moeten echt op zoek gaan. Maar die zijn naar niet meer. Maar die zijn niet meer beschikbaar. Want het is nu 4-5 maanden te wachten dat je bij een psychiater of bij een psycholoog terecht kunt. Heel goed punt. Het probleem is de toeleiding naar de zorg. Er zijn vandaag nog wel psychologen die beschikbaarheid hebben in hun agenda, alleen vindt men die niet. En dat is natuurlijk een gevolg van een jaarlange onderfinanciering van onze geestelijke gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat als je een probleem hebt, dat je eigenlijk niet goed weet wat is stap 1. Wie bel ik? Bel ik de huisarts? Zeg ik dat tegen mijn leidinggevende? Moet ik naar het CAW? Waar start het? En eigenlijk moet je als persoon die nu in de problemen zit, zelf op zoek gaan naar iemand. En dat is tegen draad, dat is tegen de wetenschap in. Dus wij moeten een systeem gaan ontwikkelen waar mensen zeggen...
Tegen, dat is eigenlijk geen goede zorg. Ja, professor, ja. Ja, voor de gewone, voor de hele gewone burger, de werkman, de werkvrouw, de bediende, is het ook nog hoogdrempelig om uiteindelijk toe te geven van ik red het niet meer. Maar niet alleen voor hun, ook voor u en voor mij. Hè. Begin maar eens als je niet slecht in uw vel voelt. Ja. Hè, en je voelt u futloos, begin er maar eens aan. Hè. Je ziet door de bomen het bos niet. Hè. Wie moet jij bellen? Wanneer moet jij bellen? Ja. En als ik bel, zijn al die psychologen bezig. Ik geef gerust toe als presentator dat ik ook al zo'n periodes gehad heb gedurende de pandemie van wie kan ik nu bellen, waar kan ik daar nu, met wie kan ik daar nu over praten? Absoluut. Waarom zou ik dat niet toegeven? Voilà. Ja. Dus we hebben eigenlijk een systeem nodig. Wij moeten het beter doen voor de mensen. Ja. Als iemand zijn hand opsteekt van hey, ik trek dit niet. Zelfs al is dat maar even, ik trek dit even niet. Die hand zou onmiddellijk moeten gezien worden en de zorg zou de hand moeten pakken. Maar dat is en natuurlijk, u bent van zeer goede wil en een fantastische, goed bedoelende professor. Maar dat is natuurlijk allemaal praat na de vaak. Hè. Ik bedoel, de hulp is er niet. We worden er... Ik weet, hè, en ik volg u volledig, de man in de straat voelt het nog niet. Maar deze pandemie heeft ervoor gezorgd dat de overheden heel goed, net wat ik kwam te zeggen, hè, we moeten aanklampend zijn. Wij moeten als zorgverstrekkers op zoek gaan naar zij die het moeilijk hebben. Dat hebben ze heel goed begrepen. Natuurlijk, zo'n ondergefinancierd systeem, zoiets dat jarenlang stiefmoederlijk is behandeld, dat zit er niet zomaar recht hè, op 2 maanden. Ja. Maar ik kan u wel verzekeren dat de afgelopen jaar al die dingen worden bijgewerkt. Vandaag heb jij, als je hulp nodig hebt, daar nog geen boodschap aan. Maar het komt er wel aan. En dat vind ik wel belangrijk. Dan, als we dat kunnen neerleggen, dan hebben we werkelijk een steen verlegd en hebben we de stroom gewijzigd. Hopelijk. Hopelijk. Maar dat is... Professor, maar dat is achter de schermen. De regie zegt mij even muziek, nadien verder praten. Bon, ik volg de regie, dus je blijft gewoon... Luister dus, hè? Ja, voilà. Goed zo. Tot straks. Blijf aan de lijn, professor. Welkom terug in het Eenzame Hartiebureau. En ik ben aan het praten met professor Elke van Hoof van de Vrije Universiteit van Brussel. En zij is psycholoog en traumatoloog. Je ziet... Hè? Professor, ik heb nog 1 vraag voor jou. En dat wist je ook op voorhand. Dat ik dat zou vragen. De zelfmoordcijfers liggen op dit moment volgens het parket van Brussel 20% hoger. Ja. We hebben ook al een gast gehad in de uitzending. De man die Onbespreekbaar organiseert op sociale media. En die heeft een x-aantal vrienden en collega's die uit het leven zijn gestapt, die in de artiestensector werken. Nu, heel praktisch. Als je daaraan denkt, hoe moet je daar uit geraken? Uit die gedachtenstroom. Heel praktisch wil ik daar eerst even op antwoorden om te zeggen, hoe moet je daar uit geraken? Dat is niet gemakkelijk. Hè? Want zelfmoordgedachten en daarover beginnen nadenken, hoe dat dan kan, dat is een proces dat heel traag gaat. Hè? En dat zijn mensen die de druk van het leven letterlijk op hun adem voelen. Hè? Die eigenlijk gewoon blijven doorademen, is eigenlijk te moeilijk. Ze hebben geen energie buiten dat. Hè? En dat moeten wij beseffen. Hè? Wij moeten beseffen dat dit een zeer langzaam proces is en een zeer ernstig proces is. Hè? Dus zomaar zeggen van wat moeten we dat doen om daar terug uit te geraken, dat is niet zo gemakkelijk. En langzaam maar zeker verschrompelde binnenin. Hè? Je wordt als het ware dood. Hè? Die bloem binnenin die bloeit niet meer, die verschrompelt, waardoor de drempel om het licht uit te doen, letterlijk, hè? Dat die heel klein is en dat het soms voelt dat je alleen maar op dat lichtschakelaarje moet duwen en alle zorgen zijn weg. En dat is iets wat de omgeving heel goed moet beseffen. En wat daar het allerbelangrijkste is voor de omgeving, is nabij zijn. Nabij zijn, wij moeten eigenlijk de verbinding zoveel mogelijk met mensen gaan terug warm maken. En dat is echt een oproep voor iedereen, even los van zelfdoding. Ik kom daar direct op terug, maar even los. Eenzaamheid
viert hoogtij. En mensen die zich niet goed in hun vel voelen en daarbovenop eenzaamheid. Eenzaamheid, dat is even slecht als 15 sigaretten roken per dag. Ja. Dat kan dus wel tellen. En dat is het grootste probleem waar we tegenaan lopen. Maar dat kunnen we ook opvangen door kaartjes te sturen naar elkaar, door ondersteuning te bieden aan elkaar. Dus dat, we moeten daar echt op inzetten. Nu, dit gezegd zijnde, wat kunt je, stel dat je daarmee omgaat, dat je bij jezelf zelfdodingsgedachten voelt opkomen en dat je voelt dat dat blijft in je hoofd draaien, praat erover. Praat erover is heel belangrijk. En praat, als je dat niet met je directe omgeving wilt doen, kijk dan naar de zelfmoordlijn 1813. Als je zegt, ik durf niet direct luidop spreken, ga naar de app Backup. Backup is een gratis app gemaakt echt vanuit heel praktische handvaten met dingen wat je kan doen om niet in die zwarte kloof te vallen. Ook op zelfmoord1813.be vind je dat allemaal mooi op één. Je kan chatten om de hand uit te reiken, maar wat je ook doet als je ermee worstelt, reik je hand uit. We hebben die misschien nu nog niet vast, omdat we met de zorg nog niet helemaal georganiseerd zijn zoals het hoort, maar blijf die hand uitsteken. Blijf ademen en we gaan die hand dan wel vangen. Daarnaast kan je ook een safetyplan maken. Een plan eigenlijk dat je op voorhand al nadenkt. En dat kan iedereen nu maken. Een plan waar tips op staan en acties. Wat ga ik doen wanneer ik het niet meer zie zitten? Dat hoeft zelfs niet noodzakelijk zelfmoord te zijn. Maar wat zijn de drie beloftes die ik doe aan mijzelf als ik niet kan opstaan 's morgens? En zet dat op een kaartje. Maak een kaartje zo groot als een bankkaart, steek dat in je portefeuille. En als je echt denkt, this is it, pak dat kaartje en doe wat er op je kaart staat. Maar denk daarover na. Je kan dat zelf uitdenken. Wat kan daarop staan op zo'n kaart dan? Ja, wat kan daarop staan op zo'n kaart? Er kan opstaan op die kaart van maak een wandeling van 45 minuten. En dat dan effectief heel ook concreet doen, natuurlijk. En dat is belangrijk. Ja, ja, want dat breekt eigenlijk de stroom van zelfmoordgedachten. Want natuurlijk, wat je aandacht geeft, groeit. Als wij een bepaald ding, als we over een bepaald ding denken en we blijven altijd hetzelfde denken, krijgt dat altijd meer waarheid. Als dat gaat over zelfdoding, als we dat bedenken en we gaan daar continu over nadenken en we gaan daar continu onze aandacht op zetten, dan wordt dat precies steeds gemakkelijker om die stap te zetten. Maar dan wordt de afstand met wat nog wel goed gaat in je leven steeds groter. En dus maak een wandeling van 45 minuten, dat is om eigenlijk die stroom te doorbreken. Om terug meer dichter te komen en dan op tweede lijn zou kunnen staan, lijst eens op alles waar je dankbaar voor bent in je omgeving. En dan derde, en dat is al moeilijker, lijst eens op wat nog goed gaat. Want daar moeten we beseffen, mensen die echt heel diep zitten en die echt helemaal al over die kloof hangen, die zien niet meer wat goed gaat. En dus ook daar is het belangrijk om jezelf te pushen. En dan, wat is dan de oefening? Dan schrijf een keer op van, oké, wat zijn allemaal redenen waarom dat je zegt, ik kan het niet meer. This is it, ça suffit. En dat je voor elk van die punten op je lijstje verplicht jezelf om te zoeken van, maar wat gaat er nog wel goed? En dat je die lijst, dat je je brein verplicht om dat te doen. En daar 10 minuten per dag mee bezig zijn, want dat is moeilijk. Mensen die vastzitten in de zwarte catacomben van ons brein, die hebben niet meer die regio's van voor, die eigenlijk de opening zijn naar positieve emoties, die werken niet meer. Dus we moeten verplichten om die positieve emotieregio's terug actief te krijgen. En dat doen we het best met beweging. En dan met oefeningen. En dan door iemand uit te nodigen om de oefening misschien samen met ons te doen. En dat kan op je safetyplan staan. Voor alles, eerst wat er op je blad staat. En hopelijk staat er dan ook op, ik bel naar de zelfmoordlijn. Ik bel naar teleonthaal. Ik chat als ik een jongere ben met awel of wat. Ik loop binnen in een Theo-huis bijvoorbeeld. Daar staan de mensen klaar. Of als ouderen of volwassenen, ik bel naar het sociaal loket van mijn gemeente. Dan mogen we ook niet vergeten dat het ook dichtbij kan. Professor. Dus dat zijn zeer concrete dingen die we kunnen doen. We hebben goed geluisterd. Ik ben er vast van overtuigd dat de kijkers en ikzelf
u zeer dankbaar zijn voor de raad die u ons gegeven hebt. We gaan er ook mee aan de slag. En men zegt, als we één mens hebben gered, hebben we de hele wereld gered. Ik dank u echt voor uw inbreng. Ja. Zegt u maar. Het is belangrijk dat we echt benadrukken dat zelfs als iemand zegt, ik kan het niet meer en we zien die signalen niet, dat ze dat moeten blijven signaleren. Ze moeten weten dat ze niet alleen staan. En wij doen er alles aan om zo snel mogelijk die hand dan te pakken. En dan wil ik echt voor al wie nu over die abyss hangt, over die kloof, blijf ademen tot we uw hand gevonden hebben. En dan maken we het samen beter. Professor Van Hoof, u bent een wijze, verstandige vrouw. En bedankt om in het programma te komen. Bedankt, hè. Zo, dit was het Eenzame Hartiebureau voor deze week. Volgende week ben ik er terug met gast. En in de loop van de komende week, houd vooral veilig voor jezelf. Dag, hè.